Dit filmpje gaat over de morele ontwikkeling volgens de theorie van Lawrence Kohlberg. In dit filmpje leg ik je uit wat deze theorie inhoudt, zodat je de fase kan herkennen bij adolescenten. Kohlberg die leefde van 1929 tot en met 1987 en die heeft de morele ontwikkeling van de mens onderzocht en hiervoor een theorie ontwikkeld. Voordat ik de theorie uitleg, leg ik je eerst uit wat de morele ontwikkeling is. Wanneer je je als persoon moreel ontwikkelt, ga je het verschil zien tussen goed en kwaad en je leert hierin keuzes te maken. In je leven kom je voor veel dilemma's te staan waarin je juiste keuzes moet maken. Dit kunnen kleine dilemma's zijn, zoals sta ik om 6 uur of om 7 uur op, stop ik voor een rood stoplicht of maak ik wel of geen huiswerk. Dit kunnen ook grote dilemma's zijn, zoals zeg ik mijn baan op om belangrijk vrijwilligerswerk te doen, stop ik met het eten van vlees voor het klimaat of ga ik naar de demonstraties voor Black Lives Matter. Om te komen tot een besluit moet je moreel kunnen oordelen. Morele oordelen zijn redeneringen over goed en kwaad. Bij een moreel dilemma moet je een keuze maken over wat goed en fout is in een bepaalde situatie. Je moet een morele redenatie opzetten om te bepalen hoe je zal handelen in het dilemma. Redeneren en oordelen is gepositioneerd in de prefrontale cortex van de hersenen. En dit deel van de hersenen is nog volop in ontwikkeling bij adolescenten. Dit maakt dat je soms ziet dat adolescenten nog niet goed kunnen besluiten wat goed en kwaad is en daardoor verkeerde keuzes maken, zoals spijbelen, iets stelen of zelfs docenten pesten. De theorie van Kohlberg bestaat uit 3 niveaus, genaamd het preconventionele niveau, het conventionele niveau en het postconventionele niveau. Kohlberg ging ervan uit dat de niveaus in een vaste volgorde doorlopen worden, van niveau 1 via niveau 2 naar niveau 3. Het is goed je te realiseren dat niet iedereen elk niveau bereikt en dat het per situatie kan verschillen vanuit welk niveau wordt geredeneerd of besloten omtrent een moreel dilemma. Het eerste niveau is het preconventionele niveau. Vaak zitten peuters en kleuters op dit niveau. Ze kijken naar het vermijden van straf of wat hen beter maakt. In het begin van dit niveau doe je wat een autoriteit, zoals bijvoorbeeld een vader, een moeder of een juf zegt. Je pikt bijvoorbeeld geen snoepje uit de trommel zolang vader of moeder in de buurt is, want dan krijg je straf. Of je ruimt de speelhoek op omdat je anders niet naar buiten mag. Later wordt ook het weegschaalmodel gehanteerd. Je doet iets voor een ander omdat die dan iets voor jou doet. Wat het eigen belang niet direct dient, zal niet gedaan worden. Een voorbeeld is dat je iemand op jouw stoel laat zitten als jij dan met de auto mag spelen. Het tweede niveau is het conventionele niveau. Basisschoolkinderen zitten vaak op dit niveau. Toch zijn er ook heel veel jongeren en volwassenen die niet verder komen dan dit niveau of die bij dilemma's vanuit dit niveau handelen. Op dit niveau is goed gedrag dat wat een ander plezier doet of dat wat door de groep waar je bij hoort gewaardeerd wordt. Hierbij kijk je eerst naar anderen voordat je zelf een besluit neemt. Met eventuele negatieve gevolgen wordt weinig of geen rekening gehouden. Iedereen doet het immers en jij wil niet anders zijn dan anderen. Een voorbeeld is dat je make-up steelt uit de HEMA omdat je al jouw vrienden dat ook doen, of dat je je huiswerk niet maakt omdat je beste vriend dat niet stoer vindt. Het derde niveau is redeneren op postconventioneel niveau. Jongeren en volwassenen zitten vaak op dit niveau. Toch is dit niveau lastiger dan voorgaande 2 niveaus. Daarom bereiken veel mensen dit niveau niet of handelen ze bij keuzes niet vanuit dit niveau. Op dit niveau wordt veel gevraagd van jou als persoon, omdat je zelf moet nadenken, een mening moet vormen vanuit eigen principes, normen en waarden en dat je hier ondanks eventuele kritiek achter moet blijven staan. Jij maakt bijvoorbeeld wel je huiswerk, ook al doet niemand dat. Je doet dit omdat je het belangrijk vindt. Of je stopt met het eten van vlees voor het klimaat, terwijl jouw vrienden erg houden van hamburgers. Of je neemt het ten overstaan van de gehele klas op voor een leerling die gepest wordt. In het onderwijs is het belangrijk adolescenten morele dilemma's aan te bieden. Dit kan goed tijdens mentoruren, maar ook in andere vakken. Wanneer adolescenten spreken over morele dilemma's, zoals appen op de fiets, een schooldag vrijnemen om te protesteren voor het klimaat, of het opkomen voor iemand die gepest wordt, dan levert dit een belangrijke bijdrage aan de morele ontwikkeling van adolescenten. Ze kunnen daardoor betere keuzes maken in morele dilemma's en deze ook goed onderbouwen. Dit filmpje ging over de morele ontwikkeling bij adolescenten volgens de theorie van Kohlberg.
Het belangrijkste punt is dat Kohlberg een theorie heeft opgesteld om de morele ontwikkeling van ons als mens te kunnen duiden. Kohlberg onderscheidt hierin drie niveaus, genaamd het preconventionele niveau, het conventionele en het postconventionele niveau.